Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Boven Noord-Nederland drijft wat bewolking rond en in het zuiden van Limburg verder is het redelijk helder met veel ruimte voor de zon. Dus in de ochtenduren wat stapelwolken en enkele buien misschien in het noorden van het land. En in het uiterste zuiden mogelijk wat gepruttel, daar drijft duidelijk wat meer wolken rond. In de middag is het allemaal eerlijker verdeeld: stapelwolken, wat zon, een enkele bui in het binnenland en 19 graden in de kustgebieden, tot maximaal 23 in het zuidoosten van het land. Er staat niet veel wind, ook vanavond niet, dan daalt de temperatuur naar een graad of 16, is het droog en winnen de opklaringen weer terrein. Dan gaan we naar morgen, dan vallen er duidelijk meer buien en is er minder ruimte voor de zon. De wind wakkert ook wat aan, uit het westen waait het matig tot vrij krachtig. En de temperatuur levert iets in. We gaan naar 17 tot 20 graden. Nou, later in de week gaat de temperatuur dan geleidelijk wel omhoog. Woensdag merken we daar nog niet veel van, al is het woensdag wel op de meeste plaatsen droog. Net als donderdag overigens, dan komen we boven de 20. En vrijdag wordt die weg omhoog verder voortgezet. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.